Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag 12 oktober. Lekker weekend, ik was er echt heel erg aan toe. En ik heb voor jullie weer een nieuwe weekvlog. Dus als je er heel veel zin in hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet zeker niet een leuke reactie achter te laten, want dat helpt mij echt enorm. Of een leuk smiley, ook helemaal goed. En dan gaan we nu beginnen met de weekvlog. Zoals jullie hebben gehoord in de vorige weekvlog, ga ik dus mijn weekvlogs beginnen in het weekend. Zodat jullie wat andere content zien. En dan komen door de week gewoon mijn juffe dingen. Zoals je misschien aan mij kan horen, heb ik best wel last van mijn astma. En daardoor adem ik ook best wel zwaar. Dus het voelt allemaal een beetje alsof het heel lastig is om nu te praten. Dat is niet zo. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En ik ga vandaag niet meer iets heel bijzonders doen. Overdag dan. Want ik ga dus vanavond gezellig met mijn vriend uit eten. En we zijn uitgenodigd door Dudok. Dudok? Zeg je dat zo? Dudok? In Amsterdam. Dat is volgens mij een nieuw filiaal. Ik ga er een video over maken op TikTok. Maar ik dacht, ik neem jullie natuurlijk ook lekker mee in de vlog. En ja, we hadden eigenlijk best veel plannen dit weekend. Maar die zijn allemaal weg. Dus we gaan nog eventjes kijken wat we gaan doen. En ik zou morgen ga ik met een vriendinnetje afspreken. Dus dat is een beetje de planning. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de vorige week vlog vonden. Maar ik ga me nu even klaarmaken. En ik heb een nieuw pakketje die ik aan jullie wil laten zien. Een perspakketje. Want ik heb namelijk een nieuwe samenwerking met iets wat ik al een jaar gebruik. Ik gebruik namelijk de CC Cream van IT. Van IT Cosmetics. En die vind ik echt super fijn. Er zit ook SPF in. En ik heb dus nu een samenwerking. En ze hebben drie kleurtjes naar mij toegestuurd. Dus helemaal leuk. Dus hier ga ik ook een TikTokje van maken. Maar dat ga ik even een andere dag doen. Maar ik ga het wel even gelijk proberen. Oké, hele makeover. Maar ik ben klaar. En ik heb dus die nieuwe blazer aan. Die had ik in de vorige weekvlog laten zien. Zo, ja, heel leuk. Zo ziet het eruit, die blazer. En ik heb er nu gewoon even mijn laars onder gedaan. En wij gaan nu onderweg naar het restaurant. Zitten in de auto. Ik twijfel gewoon heel erg over deze haarband. Maar we gaan het gewoon doen. Heb je er zin in? Mm-hmm. Jij? Ja. Lekker uit eten. Oké. Okay. Dus wij gaan. Let's go. En we gaan gewoon even met de auto, want we hebben zo'n avondparkeerticket gekocht. Dus dat was maar 9 euro. Dus dan valt het echt heel erg mee om naar Amsterdam te gaan. Want voor de trein ben je, is het denk je 10 euro heen, 10 euro terug? Per kunnen. Persoon? Zou kunnen. Ja, niet beter voor het milieu, maar nou, wij zijn aangekomen in het restaurant. Kijk, we hebben echt een heel mooi plekje. Ik hoop dat je het kan zien. We zitten dus aan het IJ in Amsterdam. Daarachter is Amsterdam Centraal. En we hebben net een menukaart gekregen. En we gaan dus nu eventjes bestellen. Neem jij die tonijn? Ja. Kauni neemt tonijn en ik neem kabeljauw. En als hoofdgerecht gaan we... Neem jij die hertenfilet? Ga je dat proberen? Lekker? Heel lekker. Maar wat was het nou? Drie tonijn, toch? Ziet er eet smakelijk in uit. Make-up is niet zo mooi. Ik ben de leukste kaaskop wil je ook in mijn leven. Ja, ben ik een leuke kaaskop? Ja. Jij bent ook een leuke kaaskop. Ik heb hier ook heel veel zin in. Lekker kaasplankje. Mmm. Precies op die. Nou, wij zijn klaar met eten. Vond je het lekker? Was heel lekker. Het is echt koud. Waarom ik geen jas heb aangedaan terwijl het min 10 is. Ja, het was echt heel lekker. Op het einde had ik nog een lekker chocoladetoetje. Die was echt heerlijk. En deze man uit de Dominicaan zijn lekker kaasplankje. Heerlijk. Lekker smikkelen. Nee, het was echt leuk. En heel aardig personeel. Niet doen. En we gaan nu lekker naar huis. Lekker op de zaterdagavond, lekker chillen. Ja. Ik heb Pokémon's vangen. Nou, ik heb even boodschapjes gedaan. Op zondag doe ik meestal boodschappen. En ik dacht, misschien ga ik zo meteen deze maken. Lijkt me wel heel erg lekker. Verder was ik ook nog heel even langs het kruidvat geweest. Ik ga deze droogshampoo proberen. Ik weet echt niet welke droogshampoo goed is, maar ik heb er wel één nodig. En deze waren in de actie en die gebruik ik altijd. Die waren nu 1+1 bij het kruidvat.
Verder heb ik gewoon een beetje de basic dingetjes gehaald. Dus dat ga ik nu eventjes opruimen. En het bed uit de was halen, want ik heb ook even een wasje gedaan. Het is vandaag dus zondag en ik heb net mijn make-up gedaan. En ik heb dus een samenwerking met It Cosmetics, met deze foundation die ik gisteren aan jullie liet zien. Maar ik gebruik zelf de foundation ook al echt een jaar. En ik vind het zo mooi als ik deze op heb. Hij is wel heel dekkend, maar echt heel erg mooi. Dus hier ben ik heel blij mee. En de cake zit in de oven, dus die gaan we zo even proeven. En dan gaan mijn vriend en ik even naar de mall. Of de mall, of hoe je dit ook wil noemen. Dus ik ga heel eventjes me omkleden, want ik heb nu nog een joggingbroek aan. Ik heb ook nog een cadeaubon van de Zara. Zal ik hem meenemen? Misschien zie ik wel iets. Oké, nou, wij gaan even naar de stad. What's new? Dit doen we ongeveer elk weekend. Wil jij een stukje van de cake proeven? Nee. Kun je dan niet? Even kijken. Ziet er in ieder geval heel lekker uit. Ik ga maar even uithalen en even proeven. Oké, ik ben dus nu in de Zara. En ik heb twee van dit soort setjes. Ik ga die even passen. Dit zit gewoon denk ik heel lekker voor werk. Dus dat ga ik even proberen. Oké, ik twijfel echt. Zo ziet het er echt uit als een pyjama. Nou, wij zijn weer aan het shoppen. Het eerste is alweer gekocht bij de Zara. Ik heb toch dat grijze pak gekocht. Beetje pyjama vibe, maar... Maar we hebben allebei een cadeaubon die we willen uitgeven. Weet je wel? Ja, is wel leuk. Het is vandaag maandag, nieuwe week. Dit weekend had ik dus niet zo heel veel op de planning. Vond ik ook eigenlijk wel even fijn, gewoon even lekker rustig. Want ik vond het anders ook wel een beetje veel worden. En vandaag een nieuwe week. Als het goed is, komt mijn stagiair ieder moment. Hij gaat vandaag ook een les geven, dus dat is wel heel fijn. En verder, vandaag gaan we ook weer aan het project werken. Want woensdag komen de ouders langs voor het project en gaan we dus laten zien wat we allemaal hebben gemaakt. Dus we moeten wel een klein beetje doorwerken, want anders gaan we het niet afkrijgen. En op maandagochtend begin ik altijd een beetje met opruimen van het lokaal. Want op vrijdag laat ik het altijd heel rommelig achter. Dus ja, en deze boekjes moet ik eigenlijk ook echt klaar hebben. Maar dat vergeet ik steeds. Deze, mijn agenda. Ik heb dus dit jaar echt een super grote agenda. Wel heel erg fijn. Maar hij neemt ook wel echt heel veel ruimte in de slag. Nou, ik ga even het bord doen en me klaarmaken. Oeps, de camera was even mijn gezicht kwijt. Oké, het is na schooltijd en volgens mij had ik dat vorige week vlog ook al gezegd, maar op maandag kan ik echt niks filmen. Want dan heb ik mijn stagiair en gewoon extra mensen in de klas en dat vind ik een beetje ongemakkelijk om dan ook nog te filmen. Was vandaag wel een hele goede dag. We hebben weer aan het project gewerkt. Woensdag gaan we dat dus laten zien. En ik heb net de klas een beetje versierd, want binnenkort is natuurlijk Halloween. Oh, volgens mij zie je er nu niks van. Ik heb deze, hoe cute. En ik heb van die pompoentjes heb ik aan de deur gehangen. Die kan ik nu alleen eventjes niet laten zien. Maar kijk, ik heb ook dit. Kijk hoe leuk. Van die raamstickers. Dus ik ben helemaal in het thema van Halloween. Want ik had namelijk echt een heel erg leuk idee om te doen met mijn klas. Ik heb namelijk... Ik zal het wel even pakken. Ik heb namelijk dit papier gekocht bij de Action. En dan kan je dus met een... satéprikker of met die stokjes kan je dus gewoon plaatjes hierin maken. En ik dacht, als ze hier nou een soort skelet mee maken, dat vond ik wel echt een hele leuke opdracht. Dus hier zitten 40 plaatjes in, dus dat is meer dan genoeg. Het is vandaag dinsdag. Ik ben een beetje aan de late kant. Gelukkig had ik gisteren bijna alles al gedaan. Maar ik was dus bang dat ik luizen had vanochtend, want ik had opeens heel veel jeuk aan mijn hoofd. Maar ik kan echt helemaal niks vinden. Ook een beetje vies dat ik dit deel. Maar volgens mij dus niet. Maar ik had gewoon helemaal jeuk. En dus ik heb nu eventjes van die babyolie in mijn haar gedaan. Morgen. Ik was echt bang dat ik luizen had vandaag.
Ja, ik had opeens overal jeuk. Je pakt even een nieuwe bladzijde in je schrift. Zo. En dat noemen we dan breuken vermenigvuldigen. Schrijf maar op. Even een nieuw onderwerp. Breuken vermenigvuldigen. Ik ga jullie een trucje leren. Bij plus- en minsommen, wat was daar ook weer belangrijk met breuken? Wat moest daar ook weer gelijk zijn? Ja, schrijf die maar op. 2/5 keer 4/6. Nu komt het trucje. Kunnen jullie alles daarna goed doen? Ja. De regel is... vermenigvuldig. En vermenigvuldig de noemers. 2 keer 4. Good morning, het is vandaag woensdag en ik was gisteravond op tv. Dus iedereen stuurt me nu berichten en collega's herkennen me. Tv, helemaal leuk. Een vriendin van mijn moeder deed mee aan Ik Vertrek en ze zat in de eerste aflevering en er was een feest en ik was daar ook bij. Dus je ziet mij nu 2 keer in die aflevering staan, dus iedereen zegt, wat doe je daar? Dus dat is de eerste aflevering van Ik Vertrek. We hebben vandaag dus het einde van het project. Dus vandaag gaan ze het presenteren aan de ouders. Dus ik zal straks even de eindresultaten filmen. Want ze gaan het op de tafels neerzetten. Ik moet alleen nog best wel wat dingetjes klaarzetten. Ik heb net de hele tijd staan kletsen. En dat eigenlijk. Vandaag wel dus een korte dag. Dus we gaan eerst weer rekenen met breuken. We hebben plus- en minsommen vorige week gehad. En nu gaan we dus de keersommen doen. Daar zijn we gisteren mee begonnen. En... ik heb toch maar even het trucje verteld van boven en onder keer elkaar. En vandaag hebben we weer keersommen met breuken. En dan even een kleine spellingsles en dan kunnen ze nog even het project klaarzetten. Vandaag woensdag 16 oktober, je laptop pakken. Huiswerk op tafel. Rekenen. Op tafel. Dus dat. Dus ik ga nu even het bord klaarzetten, want dat moet ik nog wel eventjes doen. En wij hebben dus dit jaar boekendozen. Dus de kinderen maken in plaats van een boekenbeurt, maken ze een boekendoos. En gisteren had ik ook echt een hele mooie boekendoos. Dus dat is even wat anders dan een PowerPoint presentatie. Dus ze maken dan de kaft van het boek. Kijk hoe leuk. En dan doen ze daar voorwerpen in. En met die voorwerpen vertellen ze dan eigenlijk een beetje waar het boek over gaat. Nou, bij ons is het wel echt een groot succes. En ze vinden het volgens mij ook wel heel erg leuk om te doen. Dus dat is echt top. Maar ik ga nu nog even het bord klaarmaken. Nou, de projectweek is voorbij. Hier liggen dus alle spulletjes. Sommige dingen zijn al meegenomen, maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Hier hebben ze de familie van Kardashian, van Peter R. de Vries, familie van de Kom, familie van Oranje. Nou, allemaal verschillende dingen. En nu ga ik zelf ook nog wat dingetjes doen voor de klas. Ik ga namelijk even nieuwe groepjes maken. Die zijn wel pas voor volgende week, maar ik ga ze alvast even maken. En verder loop ik eigenlijk helemaal bij. Dus dat is top. Oké, ik ben thuis. Eindelijk, want ik had de afgelopen 2 nachten was ik niet thuis. Nu eindelijk weer lekker thuis. Ik heb net sushi gegeten bij mijn vader, maar ik heb nog best wel veel over. Zo. En ik had even gelijk een pakketje opgehaald bij mijn moeder. En er zit iets heel leuks in. Die is dus een van mijn lievelingssamenwerkingen. En deze samenwerking voelt me altijd heel oud. Het is namelijk van Robijn. En ze hadden ook een mega mooie bos bloemen bezorgd. En ik had het eigenlijk al voorbij zien komen op TikTok. Maar ik ga het toch even aan jullie laten zien. Wat ze namelijk vanaf nu hebben is wasparfum. En ik gebruik wasparfum echt al 100 jaar. En nu heeft Robijn dus ook wasparfum. Helemaal een eigen kaartje. Echt superleuk. En ze hebben dus 3 geuren. Paradise Secret.
ga ze alle drie gelijk even ruiken. Oeh, heel lekker. Ik denk dat ik die Paradise Secret iets lekkerder vind. En Spa Sensation. Ook heel lekker. Dus deze zijn alle drie nieuw. En ik heb binnenkort ook een event waar ik naartoe ga. Dus helemaal leuk. Dus daar ga ik even binnenkort een TikTokje van maken. Maar heel lekker. Allemaal nieuwe wasparfum dingetjes. En ik ga nu even lekker douchen, mijn haar wassen. En ik heb dus mijn wimpers laten doen. Ik doe ze dus nu tegenwoordig bruin, maar het is nog niet allemaal eruit. Dus het wordt nu bruine wimpertjes. Good morning, het is vandaag donderdag. Gisteren is mijn vlog online gekomen. Echt super veel leuke reacties. Wel twijfels over deze camera. Ik moet hem nog steeds goed instellen. En ik weet dat dit heel vervelend is. Maar dan moet ik nog heel eventjes kijken hoe ik dat uitzet. Want ik heb het aangezet omdat ik dacht eerst het is heel fijn. Maar ik snap wel wat jullie bedoelen. Dus misschien ga ik dat nog wel eventjes aanpassen. Maar moet ik heel even kijken hoe ik dat ook weer deed. Ik ben op werk. Ontbijtje erbij. Gisteren hebben we dus die afronding van het project gehad. Dus alles staat nog zo. Dus dat moet de kinderen straks eerst even opruimen. Dat is natuurlijk het minst leuke eraan. En gisteren vertelde ik dus dat ik op tv was, heel even, in de nieuwe aflevering van Ik Vertrek. Want iemand die ik ken, die deed eraan mee. Maar ik vind het zo bizar. Ik zat dus op Facebook en ik zag gewoon letterlijk 800 haatreacties. En dan normaal, ik ben dus nooit iemand die ergens op reageert qua haatreacties. En altijd met B&B vol liefde denk ik soms ook echt, oh my god, hoe kan je het nou weer zo zijn? En nu ken ik natuurlijk haar gewoon persoonlijk. En als ik dan die reacties zie, denk ik echt, oh mijn god, hoe erg is zij neergezet? Dat is echt niet normaal. En dat is dan in 2 jaar, en dan maakt ze dan een aflevering van 1/2 uur, 3 kwartier van. En dan denk ik, hoe kan je eigenlijk zo oordelen? Er zijn echt gewoon mensen die dan iemand dood wensen en dat soort dingen. Dat vind ik zo heftig. Dus daar kan ik echt niet bij met mijn hoofd. En gewoon hoe de aflevering dan is neergezet, denk ik echt zo lullig gedaan. Maar ja, ook weer eventjes een soort wake-up call dat alles op tv gewoon echt heel nep is. Alles, niet alles, maar je snapt wat ik bedoel. Nou, ik ga even mijn lessen voorbereiden. We hebben vandaag de Engelstoets. De eerste Engelstoets van het jaar. Dus ik ben benieuwd wat ze daar van vinden. 2-1-0. Dit was de eerste ronde. En we hebben dus met de klas. Even kijken hoeveel sommen we met de hele klas hebben gemaakt. Weet ik niet. Staat er nog niet bij. Maar in ieder geval, we hebben 94% goed. En volgens mij hadden we echt al heel veel sommen. Gaan we nu door naar de volgende ronde. Weer 1 minuut. Oh, we hadden 824 keer sommen gemaakt. Daar gaat hij weer. Probeer je eigen record te verbeteren. Nummer 8, de verleden tijd. Gisteren planten wij nieuwe struiken in de tuin. Schrijf op planten wij. Waarom is planten met dubbel T? En de T zit in het TXK-schip, dus het wordt plant. De T zit in het TXK-schip, dus dan wordt het TE. En het is meervoud, dus dan wordt het TEN. Nummer 9. Dus we hebben tekenen gedaan van de bomen. Daarna hebben jullie geknutseld met het project. Dus nu hebben we weer een tekenopdracht. Ja, tekenopdracht. We gaan namelijk iets maken voor Halloween. En wat we gaan maken is een skelet of een doodshoofd, hoe je dat ook wil zeggen. En niet zomaar eentje. Ik heb namelijk, waar heb ik het gelaten? Oh, gewoon hier. Magisch papier gekocht, zo noem je dat. En als je daar overheen gaat met een satéprikker, dus als je dat zo wegveegt, eigenlijk een soort kraspapiertje, dan komt er dus goud onder vandaan, zoals je hier dus ook ziet. En ik dacht, dat is wel heel erg gaaf om daar dan iets op te maken. Dus we gaan een doodshoofd maken. Dat is ook wel een beetje creepy, een beetje Halloween. Ik dacht, dat vinden jullie vast wel leuk om te doen. Maar voordat we dat gaan doen, is het wel even belangrijk om goed na te denken. Wat voor een doodshoofd wil jij nou eigenlijk maken? Want je hebt heel veel verschillende. En ik vind het juist heel erg leuk dat je het een beetje maakt dat het bij jou past. Dus wat hier op het bord staat is niet alleen wat mag. Je mag veel meer doen. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld
een doodhoofd met een roos, of met een kroon, of met vlammen. Of juist met figuurtjes, met bloemen, strikjes. Je mag het eigenlijk helemaal zelf bedenken wat jij mooi vindt. Alleen wat wel een beetje anders is met normaal tekenen, is dat als je tekent op een wit blaadje, kan je het natuurlijk uitgummen. En als je hier op wegkrast, dan is het weggekrast. Dan kan je het niet meer terugdoen. Dus ik wil dat je straks eerst in je tekenschrift even gaat nadenken. Wat wil ik nou precies maken? Wil ik kroontjes, bloemen? Je mag het eigenlijk helemaal zelf bedenken. Misschien heb je wel iets anders in je hoofd. Doe zo meteen de vragen. Dat je denkt, nou, dit past echt bij mij. Misschien iets met letters of geen idee. Of met een sport. Dat kan natuurlijk ook nog. Oké, het is na schooltijd. We hebben de knutselopdracht gedaan. De eerste die zijn ook al gemaakt. Dus dat is wel heel erg leuk. Zit er nou iets om mijn lens? Oh nee. En ik heb net dus mijn eerste oudergesprek gehad van dit jaar. Vind ik altijd heel spannend. Ik heb dus altijd dat ik dan een beetje ga stotteren. Een beetje ga twijfelen wat ik ga zeggen. Zo irritant. Maar dit gesprek ga ik gelijk even invoeren wat ik dan met ze heb besproken. Kijk, en dit zijn dus de eerste skeletten die we hebben gemaakt, of doodshoofden. Nou, ik vind ze echt heel gaaf geworden. Dus heel erg leuk. Maar de rest is natuurlijk nog niet af, want we hebben er pas één keer aan gewerkt. Ik ben weer lekker thuis en mijn vriend komt zo ook lekker thuis. En hij zei, ik had wel boodschappen gedaan, maar hij zei, zullen we lekker snackbar halen? Dus ik heb de tafel even gedekt. En hij is dus nu snackbar aan het halen. Wel echt heel erg lekker. Dus we gaan zo lekker snackbar eten. Maar ik heb net de tafel gedekt, maar eigenlijk denk ik, zullen we gewoon lekker op de grond eten. Hier bij het kleine tafeltje. Dat ga ik snel nog even klaarzetten. Good morning. Bijna weekend. Lekker vrijdag. Ik ben nu best wel weer vroeg op werk. Ik wilde eigenlijk nog één dingetje nakijken en nog iets klaarzetten. Mijn kinderen beginnen straks bij de gym en dan hebben ze een controle van de fiets. Dus dan wordt gekeken of alle lampen en zo en dat soort dingen in orde zijn. En ik heb weer mijn ontbijtje hier. Ik ga eerst heel even mijn mail checken. Ik moet ook nog het bord doen, dus ik moet eigenlijk best wel veel nog voorbereiden. Want gisteren had ik oudergesprekken en dan lukt het me eigenlijk niet om die dingen voor te bereiden voor de volgende dag. Ik heb zo'n nieuw bakje. Alleen, hoe maak ik dit handig open? Volgens mij zit ik hier om handig te doen. Nee, dus ik ga zo ook nog heel even mijn Engels toetsen nakijken. Dat hebben ze wel pas gisteren gehad. Maar dan heb ik gewoon maar gelijk de cijfers. Dan heb ik de cijfers van alle toetsen die we deze week hebben gemaakt. Oké, we zijn het naar het veldje geweest. En nu zijn bijna alle skeletten klaar. Dus we hebben ze hier opgehangen. Ze zijn echt super mooi geworden en echt heel erg leuk. Het zijn allemaal heel erg verschillend. En daar hou ik echt van. Als het er anders uitziet. Ja, nu ben ik ze aan het ophangen. En de laatste paar. Dus ik doe gewoon met een beetje kneedgum aan de achterkant. En ik heb onder schooltijd al best wel veel dingen kunnen doen. Dus een nieuwsbrief is al af. En het dan elke week in wat we een beetje hebben gedaan. En ik zijn op. Let's do it one time together. 5, 6, 7, and 1, 2, 3. 5, 6, 7. One more time. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Yeah. Let's ride with music. I'm gonna help somebody. Five, six.